Vandaag bestaat de Koevoet 50 jaar. 50 jaar geleden was ik hier te gast met mijn vader en moeder en brachten wij het eerste prachtige Pinksterweekend in Ter Oele door. Nu, 50 jaar later, is de Koevoet nog steeds voor mij de mooiste plek op aarde en wordt er feest gevierd met de hele familie. De dag dat ik hier kwam om te kijken of het wat voor ons was, was het eerste wat ik zei: hier ga ik nooit meer weg. En dat is waar. Wat is er veranderd in 50 jaar voor jou, hier op de Koevoet? Het is langzaam wel drukker geworden, maar dat wat, waar ik het altijd om liet draaien, het bleef mooi natuurlijk. Ik was niet voor uitbreiding, voor grote huizen en bungalowpark ernaast. Het moest natuur blijven. Ik was heel streng. Wat is het meest dierbare van jou aan de Koevoet? Ja, mijn kinderen natuurlijk. Ja, en dat ze hier trots zijn dat hier allemaal nog wonen. Ja. Ik ben in 1971 geboren hier, ja. Ja. En opgegroeid, meestal bij de boer hiernaast. En een hele mooie jeugd gehad. Zou jij eens kunnen beschrijven wat die plek hier zo magisch maakt, Koevoet? Ik denk persoonlijke. Ik heb gewoon contact ook met iedereen. Ik ken alle klanten en ik vind het ook zelfs bevriend met heel veel klanten. En ja, dat maakt het toch wel voor heel veel mensen een speciale plek, denk ik. Ja. Dan kijk ik hier over op het balkon en dan denk ik, is dit de mooiste plek van de wereld om te wonen? Voor mij 100%. Ja. Ja. Hoe is het, Jessica, om in zo'n familiebedrijf te komen en daar dan je rol te moeten vinden? Ja, die is lastig. Het is een eiland, hè, de Koevoet. En daar kom ik bij. Maar we hebben nu wel onze eigen kinderen daarbij. En wij hebben een extra eiland op het eiland gemaakt. Maar het is heel bijzonder. Het is een heel kleine eigen wereld. Want jullie kinderen werken mee op de Koevoet. Ja. Ik weet van mezelf dat ik tot mijn 16e eigenlijk niks van de Koevoet wilde weten. Meer boer wil worden, zeg maar. Dus ik weet nog niet wat er bij die jongens gaat veranderen. Ze hebben allebei hun eigen leven. Ze studeren. En ik zie wel wat er gaat gebeuren. Maar ze helpen wel mee. En ze beseffen ook steeds meer hoe mooi het eigenlijk hier is. Ja. Het is nu 50 jaar geleden dat jij en papa hier kwamen en dat het eigenlijk hier begon, onze geschiedenis op de Koevoet. En daar is natuurlijk van alles in gebeurd en heel veel staat ook in het boek, dus dat hoef ik allemaal nu niet te vertellen. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat na de scheiding en met heel veel dingen die daar omheen gebeurd zijn en zo, je hebt in die 45 jaar dat jij hier aan het roer hebt gestaan, heb je echt een prachtig bedrijf neergezet. Waar Niels en ik nu heel mooi op kunnen voortbouwen. En waar we allemaal heel erg veel van houden. En waar gelukkig ook heel veel van onze gasten ontzettend veel van houden. En dat geeft ook juist in deze tijd ons allemaal heel veel gevoel van wat er ook gebeurt. Wij kunnen gewoon nog jaren weer verder. Die 50 jaar, daar eindigt het niet. Wij gaan door. Dus het is gewoon echt wel een feestjaar. We zijn heel trots op wat jij voor ons hebt neergezet. Trots dat wij dat hebben mogen overnemen. En dat wij nu op deze prachtige plek hier met z'n allen zo kunnen staan. En daarom vind ik het een grote eer om jou als eerste dit boek te mogen overhandigen. Dankjewel, Nelly. Wat een ontroerend verhaal. Dankjewel voor die mooie woorden. Thuiskomen op vakantie, de Koevoet 50 jaar, heenkomen in oorlog. Wat een mooi begin, wat prachtig, heel mooi. Wat een mooi boek.